Hoi, wat ontzettend leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Welkom op dit kanaal, of welkom terug als je hier vaker bent geweest. Mijn naam is Masha en vandaag eindelijk eens een update over waarom ik zo ontzettend lang ben weg geweest. Want er zit een hele grote reden achter. Of eigenlijk een hele kleine. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 2 juni en ik open vandaag pas de weekvlog. En ook vorige week is er geen online gekomen, dit ga ik uitleggen. Afgelopen maandag, eergisteren dus voor mij, voor jullie vorige week, had ik echt een beetje een zenuwachtige baaldag, want gisteren was mijn punctie in het ziekenhuis. En ik was bloednerveus, want ik moest onder sedatie en dan ben je helemaal weg en zo. En ja, ik voelde me niet top, zeg maar. Gewoon mentaal. Fysiek voelde ik me prima. En mentaal voelde ik me niet top. En eigenlijk moest ik 's middags gaan werken. Maar werk belde. Dat ik in aanraking was gekomen met iemand die positief getest was. Oeps. Dus ik moest me laten testen. Dus dat heb ik gedaan en uiteraard was hij negatief. Tenminste, uiteraard. Ik had gisteren mijn punctie, dus je kunt ervan uitgaan dat die maandag negatief was. Ja, heftig dat je daar een aantal dagen later pas achter komt. Ik was allemaal van, oh dan moet ik iedereen gaan bellen en dan gaat de punctie niet door en ik kan nu naar het ziekenhuis. Gelukkig wel, maar ik vond het wel echt spannend. Zo, deur open. Het is nu al zo lekker weer. Ik ben nog wel wat moe, want gisteren was best wel een heftige dag. Want ze hebben dus inderdaad de punctie gedaan. Mocht je nou niet weten waar ik het over heb, ik zal even hierboven in de hoek een video linken. Om dat uit te leggen. Alles is goed gegaan en ze hebben 13 eitjes eruit gehaald. Wat best wel veel is. Maar ik heb mijn camera wel meegenomen naar het ziekenhuis, maar in de auto laten liggen. En dat was me goed ook, want... ja, het was allemaal best wel heftig en ik had mijn camera er echt niet bij kunnen pakken naar de rand. Ook al had ik dat graag gedaan, echt wel graag gedaan. Maar goed, dat mocht niet. Mocht ook niet daar. Uiteraard van privacy van andere bezoekers en zo. Maar goed, het was wel mooi, want de zuster die kwam eerst met de opmerking. Ja, we hebben 5 eitjes eruit gehaald. En 5 is niet superveel. Ik bedoel, het zijn nog steeds wel 5, maar... vorige keer waren er 11 en er lagen er ook daadwerkelijk 11 klaar. Dus ik dacht, oh shit, 5 maar. Dat is niet zoveel als er 11 klaar liggen die groot genoeg zijn. Ze gaf het ook aan en ze zei, ja, die zijn te groot. Dus dat kon dan niet. En ik dacht, te groot. Maar ze waren allemaal rond de 13, 14 centimeter. Nee, 14 tot 18 centimeter. Dat zijn hele mooie groottes. Ze mogen geloof ik niet groter dan 1 of 22 centimeter zijn. Maar dan zijn ze inderdaad te groot. En die had er maar eentje, dus ik vond het al heel raar bij de echo van zondag. En dinsdag haalden ze eruit. En want zondag moest ik om 8 uur in het ziekenhuis zijn. En dinsdag dus ook gisteren. En dat is vroeg, kan ik je vertellen. Want wij moeten dus in Utrecht naar het ziekenhuis. En we komen uit Breda. Dus we zitten zeker een uur in de auto. En dat is vrij heftig, kan ik je vertellen. Zeker 's ochtends vroeg zit je gewoon in de spits. Maar ja, alles is goed gegaan. En ik heb de hele middag op de bank gezeten gisteren met toch best wel buikpijn. Maar vandaag gaat het eigenlijk wel. Ik heb wel het idee dat het ver weg is. Terwijl ik kan me herinneren, bij mijn eerste punctie heb ik echt 3 dagen met behoorlijke buikpijn. En een kruik op mijn buik op de bank gezeten. Ik heb niet het idee dat het een keer nodig gaat zijn. Nou ga ik wel de rest van de week alsnog niet werken. Gewoon puur omdat ik niet mag tillen deze week. Want je mag niet meer tillen dan 1 kilo. Dus dat is ook in het huishouden heel erg balen. Anders had ik gewoon, was ik gaan klussen in het huishouden. Maar dat mag dus niet. De arts heeft dus aangegeven dat ik eigenlijk
In ieder geval, gisteren moest ik bedrusten en vandaag ook wel. Maar ik moest vandaag vooral naar mijn lichaam luisteren en morgen dus ook. Maar ik voel me echt top. Ik heb geen buikpijn meer. Ja, een heel minuscuul beetje echt. En als ik buikpijn moet beschrijven, nu is het een 0,5. Voor de vrouwen, als je net ongesteld bent een paar dagen en af en toe je buik voelt, dat gevoel heb ik een beetje. En dan dus de minst heftige vorm. Zo, even boodschappen doen is behoorlijk zwaar. Jezus. Het gaat allemaal wel, ik ben alweer fit, maar nog niet helemaal. They don't care no like I do. I've been waiting on you. Wat is het lang geleden dat ik heb gevlogd. Dat is echt zo niet normaal. Er is zo ongelooflijk veel gebeurd de afgelopen 145 dagen. Ik geloof dat het 145 dagen geleden is. En ik ga eerst even spieken als ik dat kan zien. 141 dagen geleden. Het is nu dinsdag 12 oktober. 141 dagen geleden kwam mijn laatste vlog online. Lentevlog 6. Het is ondertussen alweer herfst. Heel de zomer heb ik niet gevlogd. Er is van alles gebeurd. Maar goed. Ik weet niet of jullie het gevolgd hebben afgelopen tijd. Tenminste, afgelopen tijd. 140 dagen geleden. Maar ik was bezig met een PGD-traject. Ondertussen is de naam PGD veranderd in PGT. Maar dat boeit niet. Dat is niet belangrijk. Mocht je het gemist hebben, check vooral even. Ik weet niet meer welke hoek die hoek dacht ik. Check vooral even mijn laatste video daarover. Ik was aan de hormonen in die tijd. En dat is uitgemond in een zwangerschap. Vandaag is het 12 oktober 2021. En vandaag ben ik precies 21 weken zwanger. Ik zal even een foto invoegen van mijn buik. Hoef ik allemaal niet moeilijk te doen met mijn camera naar mijn buik. Maar damn, gewoon 21 weken zwanger. Wat ook is gebeurd, mijn vriend en ik zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hij heeft aangegeven niet in de vlogs te willen, dus er komt helaas geen spannende foto online. Maar ja, we hebben een klein feestje gevierd. Vanwege corona kon het helaas maar met maximaal 30 mensen. We hebben onze ouders, zussen en onze beste vrienden uitgenodigd. En er een mooi feestje van gemaakt. Dus dat is gebeurd. De enige, zo ongeveer de enige beelden die je zag van mijn vriend, ik zal ze even laten zien, was dit. En eigenlijk heb ik nooit verteld wat hier aan de hand was. Maar het is dus zo dat wij ons huis verkocht hebben. En hier zie je mijn vriend het contract tekenen van het huis. Dat is dus ook gebeurd. We moeten over een paar weken de babykamer af gaan maken, want daar zijn we aan begonnen. Mijn vriend zit daar nu te werken, dus ik zal hem morgen laten zien. Maar dat komt dus in een stukje van morgen. Of ik film het morgen en ik plak het eroverheen, dat kan ook. Ik moet even kijken. Ik werk nog steeds bij dezelfde organisatie waar ik hiervoor ook al werkte. Ondertussen al bijna een heel jaar. En ik heb een vaste locatie gevonden. Een BSO voor 8 uur. En de andere uren draai ik dus nog in de infopool waar ik al in zat. Dus als ik het zo allemaal op een rijtje zet, damn, er is veel gebeurd. En ik ben weer begonnen met bloggen. Mijn blog marciaeleonora.nl. Ik zal hem hieronder even linken. Ja, kun je dus nu bezoeken. En ik schrijf voornamelijk over boeken. Na mijn zwangerschap wil ik ook echt weer graag over hardlopen gaan praten meer. Maar dat komt dan wel weer. Nu voornamelijk over boeken en over bewegen. Jeetje, er is veel gebeurd. Ik heb heel vaak geprobeerd de camera weer op te pakken en te praten en te vloggen.
Maar steeds lukte het niet. Tenminste, dan lukte het wel. Maar dan pakte ik op een maandag op. Deed ik een kort praatje. En daarna de hele week niet meer. Gewoon omdat het niet meer in mijn ritme zit. Maar nu ik zo aan het bloggen ben, wil ik ook echt vloggen weer oppakken. Ik heb er super veel zin in. Dus your girl is weer back. Alweer. Dit keer ga ik het echt proberen vol te houden. En straks heb ik de 20 weken echo. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het best wel spannend vind. Ik ga jullie dan ook zeker weten niet meenemen. Want ja, dat lijkt me gewoon niet handig. Ik wil gewoon genieten van de echo. Hopelijk. We gaan er maar gewoon van uit dat ik kan genieten. En dat ik alleen maar goede dingen hoor en zie. Want ja, we gaan alles doorlichten van die kleine. En ik moet zeggen dat ik dat echt wel spannend vind. Maar goed, het gaat nog. Het is ondertussen alweer bijna 6:30. Ik ben de hele dag weg geweest omdat ik gewoon leuke dingen heb gedaan. Alles was goed. Kleine, alles was gewoon 100% goed. Wat een opluchting. Yes. Ze hebben alles bekeken en goed doorgelicht en nog eens bekeken. En zo, ik. Alles was goed. Ik ben zo blij. Het is heel raar om te doen. Om te zeggen. Ik ben echt heel blij. Yay!